dat is een provinciale weg. Dat is waar. Dat is Er zijn een aantal zwaar gewonde slachtoffers. Maar precieze aantallen heb ik daarvan op dit moment niet. Buiten levensgevaar? Dat is niet mijn professie om daarover te oordelen. De overleden persoon, zat hij in een trein? Dank ik jullie. De identiteit van het overleden slachtoffer is nog niet vastgesteld. Dus wij kunnen ook geen uitspraak doen over wie en wat de plaats is waar betrokkenen was op het moment van het ongeluk. Ik wil graag. Er zijn vier sporen achter elkaar. Het is zo dat de kraan op een spoor aanwezig was waar niet gewerkt werd, zeg maar. En uiteindelijk hoe hij in het spoor terechtkomen, die botsing, die aanrijding heeft plaatsgevonden, zowel met de goede trein als de rijstrein. Maar hoe dat gebeurd is, ja, ik val in herhaling, maar we weten het echt niet. Maar welke sporen waren dan? Dank ik Ook de machinist van de goede trein is licht gewond geraakt, dus het is wel degelijk een aanrijding met de goede trein geweest. Maar het klopt dat de rijstrein natuurlijk veel zwaarder beschadigd is, dat klopt. Dank ik u.